Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers, Vlanderijn Incasso, 36 Cycling en Nederlandse Loterij. Hey Etje. Goed, veel goeds hè voor 2020. Ja, jij ook hè? Ja. En een beetje normaal doen dit jaar, kan dat? Normaal. Nee, alle geluk jongen. Ja. De Zesdaagse is de traditionele opening van het sportjaar. Tientallen mensen werken zich uit de naad voor 6 dagen topsport en entertainment in het Rotterdamse Sportpaleis. En ook wedstrijdleider Peter Schep is al vroeg in Ahoy op de dag dat het spektakel begint. Hoe is het? Beste wensen, jongen. Beste wensen. Hoi. Ja, drukke dag, laatste voorbereidingen en dan komt er van alles op je af, net voor de wedstrijd. Maar daar zijn we op voorbereid, dus de routine. Dus ja, leuk. Moeten we die schermen nog testen? Die staan aan. Die staan aan, dus die kan ik nu zien. Die zou nu moeten zien. Op papier zijn er vele koppels die voor de winst moeten kunnen gaan. De Belgen de Ketelen en Gijs bijvoorbeeld. De Duitsers Reinhard en Kloege of het Nederlandse koppel Havik Struttinga. Toch steekt er op voorhand 1 koppel bovenuit. Nicky Terpstra en de Belg Io Keijzer. Al 3 maal wonnen ze de Zesdaagse, maar de afgelopen jaren was Keijzer er niet bij. Nu weer wel, tot tevredenheid van Schep. Zo, dat is mooi. Ja, ik ben helemaal tevreden. Ik heb zelf heel vaak met en tegen Keijzer gereden. En hij blijft voor mij nog steeds de mooiste baanrenner die er is. Of je nou naar de kwaliteit of naar de stijl kijkt, waar de toeschouwers ook voor komen, hij heeft het allemaal. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ik heb al meerdere mensen gesproken die zeg maar niet echt insider zijn in de baanwielrennen. En die toch gewoon als eerste noemen gewoon wat gaaf dat hij erbij is. En dan zeg ik ook, ja maar dat komt omdat hij heeft die uitstraling, hij heeft de klasse. Dus als je puur naar de kwaliteit kijkt, dan zien de kenners dat hij heel hard fietst. Maar als je mijn moeder op de tribune zet, die geen reet verstand van baanwielrennen heeft, die vindt dat gewoon nog een mooie renner om te zien. Want hij straalt de klasse uit. En dat is natuurlijk ook logisch dat het een van de wensen is van Nicky om weer samen met zijn oude maatje te fietsen. Hij zit altijd 2 dagen van tevoren zit hij al en hij mag niks zeggen, want ik hou mijn zenuwen niet onder controle. Dus ik mag eigenlijk niks zeggen en hij gaat in zijn kop al scenario's verzinnen. En dan in de koers moeten de benen spreken en dan zijn gaspedaal, want hij trapt niet. Hij trapt wel mee, maar zoveel kracht zit er niet in het begin. Het is een mooi duo. Vader Ron is gangmaker van zijn zoon Michael. Ze voelen en vullen elkaar aan. En ze leren van elkaar. Vele uren rijdt de talentvolle Michael op de baan achter de ervaren gangmaker Ron aan. Met maar 1 doel. Bij de beste gaan behoren. Als je dan terugkoppelt naar de Zesdaagse. Als je dan gelijk weet wie er allemaal meedoen. Qua grote renners. Die echt ook gewoon achter die Danny. Gewoon mega snel zijn. En Kluge. En Keijzer. De Buist. De Pauw. Ja, dat zijn allemaal mega renners. Die zitten gewoon te wachten om aan te vallen. Ja, en dan mag hij lekker bij zijn. Ja, dat is natuurlijk werelds. De Zesdaagse kent vele onderdelen. Maar de Danny race heeft een speciale plek bij de familie Zeilaert. Opa Joop Zeilaert was natuurlijk een fenomeen op de Danny, maar inmiddels vormen Ron en Michael ook een bijzonder koppel waar serieus rekening mee wordt gehouden op de baan. De gangmaker bepaalt eigenlijk alles. Ik moest hem vandaag volgen en het enige wat ik zou moeten zeggen was ho, want hun hebben de regie in handen en hun maken de koers eigenlijk. Je moet best wel een gangmaker zijn, vind ik, met capaciteiten als je bij ons in Rotterdam wil rijden. Want het is gewoon echt niet eenvoudig met aan die snelheid je lijn te houden, zorgen dat er met die cross niks gebeurt en dat je het gewoon veilig houdt. Michael Zeilaert is deze Zesdaagse gekoppeld aan Raymond Sinkeldam, de sterke profrenner in Franse dienst. Maar vader Ron is vooral trots dat zijn zoon mag meedoen in Ahoy, in hun eigen Rotterdam. Het is een Rotterdammer die meedoet en daar staan we voor. Ja, dat is gewoon superleuk. En dat moet eigenlijk gewoon in de loop van de jaren. Ja,
dan moet hij er gewoon staan daar. Dan moet hij ook gewoon even dit doen. En dat zou gewoon eventjes, net als met Keizer in Gent, dat dat voor hem ook hier gebeurt. Ja, thuis noemen we hem een showman. Showman. En dat hoor je alweer met zijn handje. Met zijn handje even zo doen. Ja, maar dat is toch mooi. Daar moet je van genieten, man. Schrijf uit. Showman Ron. Ja, van genieten. 6 dagen genieten, wat wil je nou nog meer? Vader Ron kan dus niet wachten op het beginnen van de zesdaagse. Maar ook oom en organisator Michael Zeilaert kijkt uit naar de start in Ahoy. Met zijn neef als deelnemer. Kijk Mike, we zijn in de catacomben van Ahoy. Vroeger hing je opa hier in deze gang. Daarna je vader. En kijk eens wie er nu hangt. Nu hang ik er. Dat ben jij zelf, jongen. Mooi, hè? Ja, de koppelafvallingen, weet je nog wel. Geweldig. Ik ga een fotootje van maken. Het is voor Michael Zeilaert zijn tweede deelname aan de zesdaagse in Ahoy. Na zijn debuut van vorig jaar hangt ook zijn beeldenis in de catacomben van het Sportpaleis. Op het middenterrein wordt nog hard gewerkt aan de laatste voorbereiding op de nieuwe zesdaagse. Waarvoor O. Michael iets speciaals heeft bedacht. Ja, wat nieuw is dit jaar is dat de leiders van het algemeen klassement in de gele trui rond gaan rijden. We hebben hier al eentje in mijn hand waar de sponsor van mijn neefje Michael op staat. Ik ga zo meteen in ieder geval even kijken of het hem past. André? Ik wil de druk niet te hoog voor je neerleggen, maar... Geen druk. Kijk eens hoe mooi geel die is. Ja, dat is precies mijn truitje. Moet ik hem even aandoen? Ja, probeer hem maar of het de juiste maat is. Kijk zo. Even. Zo. Kijk eens. Past dit een beetje of niet? Hè? Goed, hè? Past dit? Kijk, kom. Dames en heren. Kom op. Daar staat hij, hoor. Kom erbij. Kom op. Vanavond weten we of Michael daadwerkelijk het geel mag dragen. En dat zien we morgen. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Woningkeukens en Badkamers, Vlaanderen Incasso, 36 Cycling en Nederlandse Loterij.